Zoals je ziet, is dit het luik waardoor wij heen moeten kruipen om de machine te beladen, het vliegtuig te beladen. Het is heel laag. De bovenkant is eigenlijk precies de bodem. Dit klomt naar buiten en dan zit er een trappetje op, dan kan je naar binnen. En dan moeten wij 70, 80 koffers inladen. Liggend nog wel. Dus liggen, pak je die? Liggen, hij komt eraan, pak hem en gooi hem over me heen. Ja. Ik ben Erik van der Veen, ik ben werkzaam bij de KLM. En ik los en laat de vliegtuigen. Dus wij doen de belading. Ik ben natuurlijk in stappen toen ging het wat sneller om promotie te maken, om zeg maar hoger te komen. Ik ben toen met 9, 8 euro begonnen, tussen de 9 en 10 euro ongeveer. En ik zit nu, als ik mijn bruto loon bekijk, dan is het 12 euro 889 ongeveer. Als ik het op mijn loonstrook mag geloven. Wij willen graag die 14 euro per uur. Daar strijden we al jaren voor samen met FNV, als ik het zo mag zeggen. Want daar maak ik me ook hard voor. Maar ja, de bazen zijn hardnekkig. Je komt hier om je werk te nemen. We betalen je om te werken. En dat is het. De ene dag is altijd is drukker dan de andere dag. Je wordt gewoon ingedeeld van kist naar kist, kort op elkaar. De een komt binnen, die wordt gelost, de ander moet weg, moet je door, moet eruit. En als je pech hebt, dan heb je er nog eentje erachteraan, die weg moet of ook binnenkomt. En ja, dan heb je geen tijd om even 10 minuten om een plasje te doen of iets dergelijks, een bakje te doen. Dan moet je door. En uiteindelijk ben je kapot natuurlijk, want je gaat wel, het is wel fysiek werk wat je doet. En dat is waardoor wij natuurlijk ook de boel doen zoals... Wij werken nu zoals het moet, volgens de regels. Rust en bewaren de rust en gaan gewoon onze bakkie doen. Dan gaat hij maar te laat of hij blijft even staan. Ik heb een vast contract. Ik heb onbepaalde tijd. En dat pleit ik ook voor mijn nieuwe collega's die komen om onbepaalde tijd te krijgen. In plaats van een 5-jarig contract. De KLM baseert zich alleen maar omdat het feit dat het werk zwaar is... willen ze mensen geen vast contract geven over 5 jaar. Nou geloof me, mensen willen onbepaalde tijd. Want als ze een huis willen kopen of een auto of noem maar op, willen investeren in iets, krijgen ze nergens geld om te investeren met een 5-jarig contract. Dus mensen komen gewoon niet. Ja, we hebben het zo vaak geroepen, personeel aanname. Gooi hem open, onbepaalde tijd. Minimumloon, loon omhoog, concurrentiestrijd eraf. Geen low carriers meer zomaar laten binnenlaten op Schiphol. Want die maken mijn bedrijf kapot. Sorry dat ik het zo zeg, mijn bedrijf. Zoals je ziet, zie je alvast de hele drukte van die kant uitkomen. Daar komen de meeste mensen naar boven om naar de security check te gaan. Aangezien we geen personeel genoeg hebben, is deze rij nog groter. Want kijk, nu als je het ziet, gaat daar weer een luik open. Dus er komen wat mensen bij. Al die ruiken die dicht zijn... zijn mensen tekort, want het zijn allemaal afhandelaars. En die staan normaal gesproken wel open. Die staan allemaal open. En dan is dit niet meer aan de orde, want dan loopt het een stuk sneller. Dus dan kan je sneller door de security check om naar je vlucht toe te gaan. Een beetje fout management van Schiphol en de rest van de maatschappijen. Dat ze geen mensen aannemen. Betalen te weinig. Mensen komen niet meer voor een assistentie hier op Schiphol werken, terwijl ze buiten beter verdienen.